Ze is 9000 jaar oud en is gevonden in de Beverwaard. Naast de oudste Rotterdammer is ze ook direct de oudste Nederlander. Veel is er helaas niet meer van haar over. We komen niet verder dan een paar bordjes, gepaardgaand met wat pijlpunten en vuursteen. En dat vuursteen is overgebleven na haar crematie. Kijk, dan gaat het om dit soort kleine verbrande bordjes. Ja, en specialisten kunnen hiervan precies vertellen welk deel van het lichaam dit is. En hier heeft ze gelegen, tot aan 2008. Omdat er in de Beverwaard een tramremise moest komen, is de archeologische dienst van Rotterdam vooraf gaan graven. En al snel vonden ze de drie graven met botresten. Nou, we moeten ons voorstellen dat het lichaam van de doden op een soort baar werd gelegd van hout. Dat werd verbrand en dan werden al die resten bij elkaar geschraapt. En die werden dan in een klein ondiep kuiltje gedeponeerd. Een van die graven was van een vrouw, 9000 jaar oud. En daarmee is ze de oudste Rotterdamse en ook direct de oudste Nederlandse. En waarschijnlijk een hele reconstructie van het gezicht, dat gaat niet lukken. Nee. Dus het enige wat we weten is dat het een vrouw was tussen de 12 en 40. Maar hoe ze eruit heeft gezien, nee. Het heeft bijna 3 jaar geduurd eer met zekerheid kon worden vastgesteld dat het om een vrouw ging. In haar graf vonden de archeologen ook persoonlijke spullen die in de middensteentijd vrij normaal waren. Bijvoorbeeld wat pijlspitsjes, hè, die van een pijlenboog, aan een pijlenboog hebben gezeten. Hier een slijpsteen, die ook enigszins is meeverbrand tijdens de crematie. En nog een hele bijzondere vondst, dat is namelijk deze doorboorde steen. Die vinden we wel vaker in Nederland, maar dit is nu voor het eerst dat we deze in een graf tegenkomen. En we kennen in Nederland nu zo'n stuk of 40, 50. En ja, het raar is dat eigenlijk niemand weet waar deze voor gediend hebben. Of ze ooit nog een laatste rustplaats krijgt. Nou, stop er maar weer in het zakje, anders. Ja. Maar de RET'ers op de bouwlocatie van de tramremise hebben al laten weten dat de botresten van deze vrouw meer dan welkom zijn in de nieuwe hal, ingegoten in een harstegel.